In deze uitzending van Dommel Sportland zijn we bij voetbalvereniging Bokstel, bij de voetbalschool. Verder zijn we bij turnvereniging Tabita. We staan vandaag bij Tabita in een prachtige zaal aan de Europalaan in Bokstel. Achter ons allerlei kinderen en naast mij Ingrid de Kort, de hoofdtrainster van Tabita. Hoofdtrainster, vertel eens. Daar ben je heel veel uren in de week mee bezig eigenlijk. Ongeveer 25 uur in de week. Training geven, trainingen voorbereiden, wedstrijden begeleiden, extra trainingen en oudergesprekken. Er komt van alles bij kijken. Vertel eens iets over Tabita, over de vereniging. Tabita is een vereniging waar eigenlijk alle leeftijden kunnen sporten. Bijna alle leeftijden. Sinds deze week hebben we peutergym. Daar kunnen peuters met ouders al komen gymmen. We hebben kleutergym. Gym voor kinderen van 6 tot ongeveer 16 jaar. Volwassene leeftijd die hebben we op het moment niet. Maar dan hebben we wel weer oudere gym vanaf een jaartje of 45, 50. En er is geen eindgrens eigenlijk. Het gaat hier bij jullie om prestatie, lees ik altijd. Maar hebben jullie ook nog andere takken? Nee. Het gaat zeker ook om het plezier in bewegen, een stukje sociale contacten. Gezondheid natuurlijk. Gezond en fit blijven. Er is heel veel verschil in de groepen. Maar als ik nou iemand heb die gewoon lekker wil turnen en niet prestatiegericht bezig wil zijn, kan die dan gewoon bij jullie terecht? Ja, die kan altijd 2 gratis proeflessen doen. En als het dan bevalt, dan kun je je inschrijven. En dat kan bij alle leeftijden tot ongeveer een jaar of 16. Maar jij richt je vooral denk ik op prestatietrainingen. Ik geef de selectietrainingen inderdaad. Vertel eens iets over de successen van de laatste jaren. Ja, er zijn er eigenlijk te veel om allemaal op te noemen. Maar er waren wel een aantal hoogtepunten. Voorheen was de doelstelling eigenlijk het te halen van het Nederlands kampioenschap. Dan hoor je bij de beste 36 turnsters van Nederland. Maar het gaat eigenlijk boven verwachting goed. Het is nu zelfs zo dat we hier in de zaal ook een Nederlands kampioen hebben lopen. 3. En beter kan dus eigenlijk niet meer. Maar wat betekent het voor die kinderen als je echt prestatie wil doen? Dan moet je veel trainen of hoe gaat dat? We hebben een A- en een B-selectie. In de A-selectie, je bouwt het wel op. Als je als kleinkind begint, begin je met 3 uur in de week. Het wordt 6 uur in de week, het wordt 9 uur in de week. En uiteindelijk kan het oplopen tot 14 uur in de week. En in de B-selectie zit ook die opbouw erin, tot maximaal 9 uur in de week. Maar 14 uur in de week voor kinderen, want daar praten we over, ja. Is dat niet erg zwaar? Bij turnen komen ontzettend veel verschillende dingen kijken. Dus je bent niet alleen steeds aan het rennen en aan het springen, maar je bent bijvoorbeeld ook op de balk aan het staan en met evenwichtsoefeningetjes bezig. Oefeningen om je spieren sterker te maken, oefeningetjes op fysiomaterialen om een goede balans te trainen. Lenigheidsoefeningen, dat zijn allemaal hele rustige oefeningen, maar die kosten wel veel trainingstijd. Dus vandaar de uren. Die kinderen gaan ook naar de school. Ja. En dan ben jij onderwijzeres. Ja. Kunnen ze dat wel aan, zoveel uren? Momenteel hebben wij een aantal bovenbouwturnsters die daarnaast gewoon voltijd het VWO doen. En ook met succes. Vorig jaar is er nog een turnster geslaagd bij 6 VWO. Dus tot nu toe loopt het prima. Naast de turnen, gezelligheid had je het net ook even over. Noem eens wat dingen. Tabita organiseert jaarlijks een aantal activiteiten. Zo is er bijvoorbeeld een Tabita disco, een fietstocht, dan moet ik even denken wat het allemaal is. Een kamp, een filmavond. Zo zijn er verschillende activiteiten waar de leden naar eigen keuze voor kunnen inschrijven. Hou je van bewegen, van klimmen, van klauteren, van salto's maken, van in de blokkenkuil springen, dan is turnen denk ik een heel leuke sport voor jou om een keer te komen proberen. En is het een dure sport? Het is in verhouding met andere sporten geen dure sport, een gemiddelde sport qua prijs. Wat praat je ongeveer over aan lidmaatschap, weet je dat?
Als je in een reguliere groep, het is gewoon één keer in de week sport, dan betaal je 30 euro per kwartaal. En dan speciale kleding? De kleding is naar eigen keuze, maar het moet wel sportkleding zijn waarin je fijn kunt bewegen uiteraard. Blijf je dit nog lang doen? Ja, nog heel lang. Ben je zelf ook goed in turnen? Nee, niet meer in ieder geval. Kunnen wij dadelijk jou een keer aan de rekstok zien hangen? Dan willen we dat graag vullen. Nou, dat is echt al 12 jaar geleden de laatste keer dat ik zelf actief geturnd heb. Maar ik wil het best proberen. Oké, okay, dat doen we. Oké. Okay. Dankjewel. Alsjeblieft. Manchester United, Feyenoord 1-1. Barcelona, Real Madrid 2-1. 3-1. Je hebt gelijk. Voor wie? En hier Barcelona. Chelsea 5-1. Oké, we gaan weer doordraaien. Dat team komt naar hier. Jullie schuiven door. Dat team naar het achtste goaltje. We zitten bij de voetbalschool van de voetbalvereniging Bokstel. En naast mij zit de trainer, of één van de trainers, Harm Oppers. Harm, hoe kom je zo bij voetbalvereniging Bokstel terecht? Ik ben gevraagd in de tijd dat ik bij PSV nog actief was, als jeugdtrainer. Ik werd benaderd door René Rabou. Zo bedoelde ben ik een keer in gesprek geraakt over of ik trainer wilde worden hier bij de voetbalschool, de Rabobank voetbalschool. Daar zag ik enorm zitten en het beval me enorm. Prima. Betekent dat je zelf ook gevoetbald hebt bij PSV of ergens anders? Nee, ik heb zelf als voetballer nooit op betaald voetbalniveau gespeeld. Ik ben zelf actief bij Best Vooruit. Maar als jeugdtrainer heb ik bij VV Venlo 1 jaar gezeten en 3 jaar in de jeugd bij PSV. En is daar een speciale opleiding voor jeugdtrainer? Ik heb de sport en bewegen in Eindhoven gedaan. Vanuit daar ben ik bij VVV gekomen, bij PSV gekomen. En vanuit mijn stageperiode heb ik uiteindelijk een contract bij PSV gekregen. Nou ben je bij een voetbalschool, bij de voetbalvereniging Bokstel. Dat is al heel bijzonder, een voetbalschool voor een amateurvereniging. Of zijn er die meer? Je ziet ze wel, alleen is ik vind het de opzet van zoals het hier is erg uniek. Het is voor de betere voetballers, dus de prestatieve teams tot het recreatieve. Wat hier belangrijk is, dat spelers en speelsters zelfvertrouwen krijgen. Hoe krijg je zelfvertrouwen? Door heel veel techniek te oefenen. Door middel van thema's gaan we technieken aanleren. En hoe meer je oefent, hoe meer zelfvertrouwen je krijgt. En vaak is door veel zelfvertrouwen, als trucjes lukken, dan krijg je ook meer plezier in het voetballen. Dat plezier in het voetballen zag ik net bij de jeugd. Maar ik zag ook plezier in het voetballen bij jou. Want wat kan jij daar plezier in omgaan met die jeugd? Ja, ik vind het schitterend om te werken met mijn kinderen. Het liefst blijf ik ook gewoon in de jeugd de komende jaren actief. Omdat ik vind dat... Je kunt bij kinderen heel goed zien wanneer je trainingen goed doet. Als ze met allerlei dingen, andere dingen mee bezig zijn, dan moet je bij je eigen als trainer afvragen van ja, wat moet ik doen om hem beter te trainen? Wanneer heb ik hun aandacht wel? En dat is het mooiste om te zien bij kinderen. Kinderen zijn daar onbewust heel eerlijk in. Is dit nu een geselecteerde jeugd wat je net zei? Heb ik dat goed begrepen? Of is dit de totale jeugd van de voetbalvereniging Bokstel? Ja, we werken hier in twee blokken van 5 weken. De eerste blok is met selectieteams. De eerste en de tweede teams van de F, de E, de D en de C. Nu werken we met de lagere teams, zodat het niveau onderling niet te groot is. Zodat een vijfde speler ook heel veel plezier kan hebben. En dat is minder als hij tegen een E1 speler moet, omdat het niveau daar te groot in is. En door. Oké, uit wel Feyenoord. Feyenoord uit. Hey, maak het goed weer. Hey, Pia Maria.
Afstand, hè? Ja, wie staat erbij? Welke kinderen hebben? Oh, cornerbal! Cornerbal! Hebben jullie nog een verbintenis met PSV of zo? Want ik heb wel eens ooit gehoord dat ook jeugd van voetbalvereniging Bokstel gescout wordt door PSV. Daar is een of andere verbinding of heb ik dat mis? Bij PSV heb je natuurlijk veel jeugdscouts. Scouts die in een bepaalde regio, bepaalde clubs gaan scouten. Ik zou zo niet uit mijn hoofd weten welke scout het hier is, maar iedere club, overal komen scouts van PSV. En zeker in de regio Eindhoven. Alle jongens en meisjes gaan naar huis kijken. Zo eigenlijk niet echt naar, omdat het voor PSV 1 is natuurlijk. Maar alles wordt gezien eigenlijk. Maar er is geen directe verbinding tussen jou en momenteel ben ik niet meer actief als jeugdtrainer bij PSV. Maar bij Best Fruit. En dat is ook een leuke club. Ja, en bij Best Fruit ben ik nu zelf actief als trainer. Daar ben ik bezig om een jeugdopleiding mede op te zetten. En daar gaan we stapsgewijs van onderaf aan aanpakken. En dat gaat heel goed. Zijn er wat betreft die voetbalschool nog toekomstplannen? Moet daar nog iets meer aan gebeuren? Gaat er nog veranderen of zijn er nog geen plannen op? Of er iets gaat veranderen. Dit jaar hebben we de blokken verdeeld. Vorig jaar was het de F was apart, de E was apart, de D en de C was apart. Nu hebben we het verschil al gemaakt tussen selectieteams en de recreatieve teams, zeg maar. Wat ik als trainer graag zie, is voor deze club dat er een kunstgrasveld komt. Zeker, we gaan nu de wintermaanden in. Ik denk dat het voor de club, niet alleen voor de voetbalschool is, maar ook voor de ontwikkeling van ieder kind. Dat ze ook in de wintermaanden, dat ze dan ook optimaal kunnen trainen. Dus wat we over hadden op trucjes leren. Het gaat natuurlijk makkelijker op een goed kunstgrasveld dan op een heel hobbelig veld. Dus makkelijker aan te leren. Oké, dankjewel. Naast mij staat Nienke Langehuizen. En Nienke is lid van Tabita, die turnt. Wat doe jij met turnen allemaal voor onderdelen? Bij turnen heb je dus onderdelen sprong, brug, bak en vloer. Bij de dames. En dat doe je al een aantal jaren. Jij bent 10 jaar. En hoe lang doe je het al? In december, doe ik het dan 3 jaar. Dus nou iets meer als 2,5. En heb jij heel hard getraind en veel getraind? Ja. Hoeveel train je dan? 4 keer in de week op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag. En dan 3 uur per keer. Dus je traint 12 uur per week? Ja. En is dat nodig? Ja, eigenlijk wel. Want ik turn nu aan het hoogste niveau. Dus dan heb ik de trainingstijden ook wel echt nodig. Voor alle elementen, zeg maar. En vooral op balk. En dat heeft bij jou wel tot resultaat geleid, hè? Want kijk eens naar al die medailles. Ja. Vertel eens iets over die medailles die je er allemaal om hebt. Deze is van afgelopen jaar en deze ook. En deze allemaal zijn van het eerste jaar, zeg maar, dat ik wedstrijden doe. En dan van het NK. En goud zie ik. Betekent dat je de eerste plaats had? Of? Van afgelopen jaar op balk was ik tweede. En dan toen ik voor het eerste jaar wedstrijden deed, was ik allround en op alle toestellen eerste. Welk toestel vind jij het leukste? Ik vind eigenlijk vloer en brug wel heel leuk. Maar het leukste weet ik niet. En dan doe jij mee met het Nederlands kampioenschap? Ja. Waar is dat? Is dat hier of moet je dan ook nog ver weg? Nou, alle wedstrijden, daar moet je zeg maar voor geplaatst zijn. Dus als je naar het NK wil, moet je eerst geplaatst zijn voor de kwartfinale. En dan ga je naar de halve finale. Dan ga je naar het NK. Nou, ik wil eigenlijk gewoon een heel leuk turnleven hebben. En gewoon zo lang mogelijk. En dan zoveel mogelijk medailles halen. Dus wij zien jou nog een keer op de televisie en zo? Ik hoop het wel. Ja, net zoals nu?
Ja. Nou zitten al jouw vriendjes en vriendinnetjes naar de televisie te kijken. Kun jij tegen hun nou eens vertellen wat je allemaal echt leuk aan turnen vindt? Nou, aan turnen vind ik leuk, zeg maar. Ook gezellig met al mijn vriendinnen. Maar vooral ook gewoon alle elementen doen en zo. En ja, ik vind altijd de wedstrijden doen altijd heel leuk. En ja. Ik zie hier bijna allemaal meisjes en geen jongens. Nee, Tabita is ook geen herenclub, zeg maar. Maar hier trainen ook bijvoorbeeld de recreanten en zo. En bij de recreanten, daar zijn ook jongens. Maar ja, voor de rest zijn het ook alleen maar meisjes. Want we hebben hier ook geen herentoestellen. Oké, dankjewel. 4 punten. Ja. Spannend hoor. Tot nu toe is Manchester United te winnen. Oh, dan gaan we deze kant. 5! Barcelona, 5 punten. Ja! Feyenoord. 7! Nee. Ja! Grazie aan de Pelle. Hoeveel punten? Stefanie de Vrij, hè? Maak Stefanie de Vrij. Punten? 3? Let op. De mensen uit Eindhoven. PSV, hoeveel punten? 9! Nee. Yeah. Applausje voor PSV. Femke, je bent bij de voetbalschool van voetbalvereniging Bokstel, of Bok, zoals ze in Bokstel zeggen. Waarom ben je bij de voetbalschool? Omdat ik graag nieuwe dingen wil leren. Ja, wat wil je precies leren dan? Een dubbele schaar en zo. Dan kan je al goed voetballen? Ja, best wel. Ik voetbal in de E4. En zijn dat allemaal meisjes of zijn dat jongens? Er zijn jongens en meisjes gemengd. En wil je later, als je groot bent, ook nog bij damesvoetbal dan verder gaan? Dat weet ik nog niet. Dat weet je nog niet. Maar jij bent voor PSV, zie ik. Ja. Waarom? Omdat ik het een goede club vind. En doe je ook nog iets aan andere sporten of doe je alleen maar voetballen? Ik doe alleen maar voetbal. En andere sporten heb je nooit geprobeerd of zo? Jawel, turnen en tennis. En waarom ben je daarmee gestopt dan? Want tennis, daar was toernooien en dat was nog niet echt op de goede dagen. En bij turnen, dan was het eigenlijk niet zo leuk, want je moest alleen maar over een balk heen bij de eerste groep. En dat vond ik ook niet zo leuk, daarom. Ben je van de balk afgevallen soms? Nee, alleen je moest daar altijd allemaal ratslagen en zo op en dat kon ik niet. En wanneer moeten jullie altijd voetballen? Op maandag en woensdag en zaterdag, behalve als de techniektraining is, dan ook op vrijdag. Is het niet lastig met jongens en meisjes samen te voetballen? Nee. Ja? Kun je wat tegen die jongens op dan? Ja. Ja, wat doe je dan? Duwen. Durf je best een keertje tegen de jongen aan te duwen? Ja. Hoe doe je dat dan? Gewoon duwen met je schouder. Ja. Maar wat leer je nou precies op die voetbalschool hier? Want jij zegt ik wil de schaar leren. Maar er zijn natuurlijk nog meer dingen wat je wil leren. Ja, latje trap en de goal schieten en zo. En hoe je mensen moet passeren en zo. Ja. Oké. Dus jij blijft voorlopig toch wel voetballen? Ik denk het wel. En waarom ben je bij Bok? Is de rest van de familie bij jou ook bij Bok misschien? Ja. Wie dan? Nou, volgens mij voetbalde mijn opa ook bij Bok. En mijn vader en mijn oom voetbalden ook bij Bok. En nou voetbalden al mijn neefjes en nichtjes ook bij Bok. Behalve de kleinste, Didi. En de rest voetbalden ze allemaal. En mijn 3 nichtjes, Isa, Renske voetballen bij mij ook in het elftal. Dus de hele familie is bij Bok? Ja. Goed zo, dankjewel hoor. Jesse, jij speelt bij Bok. Ja. Hè? Bokstel, maar we zeggen Bok. Hè? Ja. Waar speel je ergens? Ik speel in de C1. En ik speel meestal op het middenveld. Dat is hoog spelen. Hoe oud ben jij? 14 jaar. Ja.
Hoe lang speel je al voetbal? Ik speel hier al 10 jaar. Vanaf mijn 4e. Nou ben je bij de voetbalschool. Vertel eens iets over wat je allemaal doet hier. Ja, je leert hier vooral met techniek, de trucjes. En je leert hier ook passing. Je traptechniek verbeteren. En door de week train je dan gewoon 2 keer bij je eigen trainer. En hier leer je dan nog extra, basis eigenlijk. Vind je dat leuk? Ja, het is ook heel leerzaam. Ja. Wat heb je zo geleerd dan, wat jouw techniek betreft? Nou, ik heb de trucjes de Ronaldo en de Iniesta geleerd. En ja, dat zegt me niks, dat moet je even uitleggen. Nou, de Ronaldo met je, dan kom je met de bal dribbelen en dan ga je en dan spring je en dan doen ze met je hak zo, tik je hem. En die Iniesta is gewoon een soort sleepbeweging. Wat heb je voor een doel bij voetballen? Beter worden en natuurlijk hoger komen. Maar dan, denk je aan de profclub? Stiekem wel dan altijd. Ja? Ja. En welke profclub is dan jouw club? Want ik zie daar iets staan, maar ik weet, Chelsea. Ja, Chelsea. Is dat jouw club? Ja, dat vind ik een mooie club. En daar zou je later graag naartoe willen? Ja. Dat vind ik, grote spelers, mooie club, mooi stadion. Dus ja, daar wil je natuurlijk al spelen. Okay. Dankjewel hoor. Een ander prominent lid van Tabitha, Madelief Hobbelen. 14 jaar. 15 ondertussen. Zo, zou je niet zeggen. Vertel eens. Nou ja, ik ben 3 keer Nederlands kampioen geworden op vloer. De vierkante mat en dan doe je een oefening met series en sprongen. En daar ben ik in 2012 en in 2013 Nederlands kampioen geworden. En in 2013 mocht ik ook nog naar Ahoy. En daar heb ik dus ook goud gewonnen. En dan mocht ik tegen de senioren. Dus dat was eigenlijk een niveau ouder dan mij. Vertel eens wat je dan precies doet bij die oefeningen. Dat is volgens mij 1 minuut 30. En dan komt er een muziekje. En dan mag je dansen en series zo in de lengte. En dan mag je wat sprongen doen van spagaten en zo. Maar om dat te bereiken, moet je daar veel voor trainen? Ik train nou 4 keer in de week en dan 3 uur. Dus 12 uur per week trainen en dan kun je zo goed worden. Ja, ik doe mijn best. Ja. En je wil nog beter worden, denk ik, want je blijft 12 uur per week trainen. Ja, ook vooral omdat ik het leuk vind. Ja. Wat wil je nog bereiken? Nou, eigenlijk heb ik wel bereikt wat ik wilde bereiken, maar het zou leuk zijn als ik volgend jaar weer naar het NK zou mogen. En wie maakt dat uit of je naar het NK mag? Dan moet je bij de beste aantal zitten. En de rest die moet weg. En de andere mag het NK gaan doen. Nou zit je ook nog op school, denk ik. Ja? Ja? Welke school zit je? Wat voor school? Mauri College in Vught. Ja. Dat is een Dalton school. En dan heb je 2 uur Dalton. En dan kan je een uur huiswerk gaan maken of extra leren. En wat dan, is dat, Dogon? Dan heb je 2 uur les, het 3e uur en het 5e. En dan mag je zelf weten waar je naartoe gaat. Mag je naar wiskunde extra bijles of huiswerk alvast. Dus dan hoef ik dat niet meer te doen als ik moet trainen. Dan ben ik alvast klaar. Oké, maar dan nog buiten de schooltijden moet je dus heel veel uren trainen. Dus het is toch een zwaar leven, of is het niet zo zwaar? Ja, soms wel, maar ik heb het er wel voor over. En waarom heb je het er voor over? Ik vind het gewoon heel leuk om te trainen. En vind je het ook leuk bij de vereniging? Ja, het is hier heel leuk om te trainen. Gewoon gezellig. En ja. Oké. Wat wil je dan ook van school uit worden? Want je wil ook een beroep natuurlijk. En wil je dan ook iets in de atletiek of in turnen gaan doen? Ja, ik wil les gaan geven in turnen. Zo. Gymlerares. Je wil lerares in turnen worden? Ja. En wat moet je dan voor doen na het Maurik? Dan ga ik naar een mbo-opleiding. En dan
sportopleiding. Je hebt een aantal medailles omhangen. Ja. Kun je eens even vertellen waar die van zijn? Ik zal eens even kijken. Deze is Bondsfinale Vloer 2013. Deze is van Bondsfinale Vloer 2012. En deze is van NK Ahoy Vloer. Mooi zo, dankjewel. Ja, die kant! Die romak al. En let op dat je geen bananenbal speelt. Ja, deze kant! Ja, ja! Ties Pronk, voorzitter van voetbalvereniging Bokstel. Een grote voetbalvereniging in onze gemeente. En een bloeiende vereniging. Gelukkig wel. We hebben een bloeiende vereniging en met klein 800 leden en een 190 vrijwilligers. We staan er redelijk goed voor, organisatorisch. Maar het kan altijd beter. Het moet ook altijd beter. Een voetbalschool. Voor een amateurvereniging zie je dat weinig of nooit. Hoe zijn jullie op het idee gekomen? We hadden hier iemand die niet meer bij ons werkt, maar die had wat relaties hier en daar. En die kwam op een gegeven moment met het idee van waarom gaan we niet wat proberen? En dat initiatief vanuit de vereniging is toen ontstaan samen met de Rabobank. En men is vorig jaar erin geslaagd om het weer 3 jaar te verlengen. Zodat wij de komende, dit is het eerste jaar van het tweede gedeelte van het contract, zodat we de komende jaren nog met de Rabobank voetbalschool door kunnen. En wat voor ons belangrijk is, en wat ik persoonlijk ook altijd heel belangrijk vind, hoe kan ik mijn eigen leden meer toegevoegde waarde bieden? En dit vind ik een grote toegevoegde waarde. Als je hoort wat dat meisje zei, als je hoort wat Harm zegt, dan zie je, ja, ik heb het idee dat je altijd moet bewegen en blijven bewegen om dingen goed te doen voor je leden. En in die zin zijn we heel trots op onze voetbalschool. En als je nou vanavond weer kijkt dat je bij de kleinere er 30 hebt en nu bij de grotere lopen er ook weer ruim 30. En we doen dat in het voorjaar weer opnieuw. Hè. We hebben 2 tranches in het najaar en 2 blokken van 5 weken. En in de voorjaar 2 blokken van 5 weken. Dan zie je, en je ziet het ook aan de ouders en de opa's en oma's die er zijn, dat de belangstelling groot is voor de voetbalschool. En ja, ik vind dat je moet gewoon toegevoegde waarde aan je leden bieden. Waarom hebben jullie iemand van buiten daarvoor aangetrokken? Wij hebben altijd het idee dat vaak vreemde ogen dwingen. En iemand met ervaring, ondanks dat hij nog jong is, zoals Harm, vanuit zijn PSV en zijn VVV verleden, aangevuld met de hartstikke goede trainers die we zelf in huis hebben, was voor ons de ideale mix om te zorgen dat de voetbalschool ook de dimensie krijgt en heeft die het verdient. En dan moet je het goed doen of je moet het niet doen. Dus het is goed dat er altijd iemand van buiten bij is die sturing geeft aan dat proces en zorgt dat, het een succes wordt. En dat merk je dan ook, dat mensen zeggen, kan ik volgend jaar weer meedoen. En dat is belangrijk om dat goed in de benen te houden. Hoewel het niet helemaal in dit programma past misschien, maar wel heel actueel is. En ik hoorde het net van de trainer ook. Is op dit moment er sprake dat jullie als vereniging graag een kunstgrasveld willen. Om meer mogelijkheden te hebben, onder andere ook voor die voetbalschool. Vertel daar eens iets over en hoe is de stand van zaken? Nou, de stand van zaken is op dit moment dat helaas de sportnota tot en met 2015 bij de gemeente goedgekeurd is. Dus er is geen ruimte. Wij vinden dat wij toch op termijn een kunstgrasveld en 3 miniveldjes graag zouden we ook willen als kunstgras. Om te zorgen dat we ook in de wintermaanden, als het slechter weer is en grasvelden niet te bespelen zijn, door kunnen trainen. We hebben vorig jaar vrij veel geld uit moeten geven om de selecties en de jeugd in zalen te laten trainen en dergelijke. Maar je merkt na de winterstop dat je conditioneel en op allerlei gebieden een achterstand hebt ten opzichte van de concurrentie. En wij zijn helemaal geen liefhebber van allemaal kunstgras. Maar noodzakelijk 1 kunstgrasveld en een paar miniveldjes zou ons zeer wel zijn. En ik verwacht
toch dat op termijn de gemeente een keer met zijn hand over zijn hart strijkt en zegt, ja, die jongens van Bok moeten er ook nou maar een keer aan de beurt zijn. Want ja, het gelijke monniken, gelijke kappen principe vind ik wel een groot goed in deze gemeente.